Hallo mensen, welkom bij een gloednieuwe Tales of Iron. En vandaag is onze taak om heel veel gold te verzamelen. Dus het enige wat ons te doen staat is gewoon... Huh? Wat heet dat net? Dat was geen pijl. Is ja, side quest gaan doen. Oké, wat deze man te vertellen? Oké, een random kompas. Dan ga ik dat gewoon accepteren. Ik zal het toch wel ooit nodig hebben. Oké. Geen probleem. En ik zie hier ook nog een vraagstuk op de map. Oh wacht, dit is hier. Hier is nog een questboard. Oh, dat heb ik al. Dat heb ik al gedaan. Of heb ik dat gewoon geaccepteerd? Ik heb dat gewoon geaccepteerd. Dat is hier van boven precies. Of wat is hier van boven te vinden? Ah, hier. Grups. In de toren. Ik moet ze killen. Beloning, 3 gold of zo. Een vicious nest of grubs had moved into the tower. No one knew what had brought them there. Reggie swore to find out himself. Oké. Kijk maar even wat is de loot. Hier. Oké, wacht. Dat vraagteken was gewoon hier. Hier. Oh, dat was. Die zocht zijn pop. Ja, het is een teddybeer. Ja, oeps. En we hadden hem niet gevonden. Als ik hem ooit vind, ja. Oké. Dat was dat vraagteken. Oh, de objecten zijn wel redelijk ver weg. Hier zit een farmer met dingen. Lost in the invasion. He would buy a new hive, if only he had the materials. Ik heb het hout. Het hout heb ik. Dat heb ik gewoon af en toe gezegd dat hij het gekocht. Maar ik gewoon niet hebben ze verf. Ja, oké. Dan zullen we dat wel ergens moeten vinden zeker, hè. In het rangerhuis hebben ze blijkbaar ook een quest voor mij dan boven. Zeg, ik moet 30 gold verzamelen, dat is echt wel veel. Oh, wat is dit? Oh. Oké. Nice. Ik weet niet waarom ze me dat hebben gegeven. Maar dat is gewoon... Oké. Nu is het naar de toren. Nee, we gaan nog niet naar de toren. Want hier zijn nog 2 andere quests die we ook kunnen accepteren. En deze zijn toch wel grotere quests. De Mozi King. Accept. En... Oh. Dat kan ik niet accepten. Oei. Just as ferocious. Kak. Oké, we hebben nog een hele hoop te doen. Oh, wat is dat probleem? Wat is het probleem? Mag ik nu met deze guy praten? The ranger wanted to find fresh hunting grounds. Ah, hier. Oh, fresh hunting grounds, daar krijg je zoiets uit van te hunten. Dat is perfect. Ik heb een kompas. Nu heb ik een buckleg, ja. Dat heb ik nodig. Nu heb ik nog honing nodig. En voor die honing moet ik die beehive maken. Dus dan wat ik nu nodig heb, nog een extra beetje HP, is alleen nog maar verf. Nice. Ik word gedamaged omdat ik moest beginnen met opnemen, maar de enemies zijn hier dus al. Kak, jongen. Oh. Ik zag de Mozi Queen ook al vliegen achter mij. Ik hoop pas de video terug beginnen. Als we echt naar de toren waren, maar ik word ineens al aangevallen. Okay, deze bugs zijn ook dood. Want ik wil mijn bugjuice wel helemaal terug herstellen. En die rare pijlen die we dit hadden, dat zijn blijkbaar kruisboogpijlen. En daar kunnen ze er maar 12 van in plaats van 20. Kijk, zie je ze daar vliegen? Come on! Oké, deze gaat een big attack doen. Maar... Vettige beesten. Deze is een attack. Die gaat nog eens een attack doen. Ja. Oké. Amai, dat was al veel damage. Ben ik gehit door een heel dikke attack? Nee. Dus dat betekent gewoon dat die range guy zijn damage ook gewoon goat was. Oké, nu kan ik nog maar 9 kruisboogpijlen. Kijk, het zijn allemaal van die eieren. Die mooie eieren. Oké, ik heb hier boven en onder een quest. The ranger had cleared the grubs that had got out, but the nest in the basement still needed to be dealt with. Laat ik dat maar eerst doen. Oké, bolles, laat me eens door.
Oké. Okay. Ik ben nog ooit in deze basement geweest. Maar ik wou dat zwaard oppakken. Maar ik ga dat. Ik kan die guys attacken zonder dat er zoiets bij staat. Oké. Oké. Dan weer een nieuwe big boy. Oké. Okay. Laten we die eens choppen. Auw! Al de enemies. Maar er komen er nog? Hoeveel van deze dikke beesten kun je hebben? Auw. Dodge. Dit is denk ik wel de laatste. Oh kak, ik moet ze pas doen als mijn grapejuice ding is. Leeg is natuurlijk. Ik bedoel, ja, leeg is. Dus ik moet eerst even drinken. Oké, okay, nu kan ik eindelijk aan het zwaard. Ja, dat is gewoon storen. Oké, okay, maar deze basement. Oh, wacht! Zit hier de source van de vieze damp? Een standbeeld! Die weet waar we dat moeten gaan zetten. Oké. Okay. Geef me deze standbeeld. This statue almost seemed to glow. It belonged somewhere it could be seen and appreciated. Ja, ja, ik weet waar. Kijk, kan ik. Zit ik hier in die gas? Ja. Oké, okay, ik weet dat ik naar de Mozy Queen moet, maar... Wat? Oké, okay, daar kan ik van totaal niet komen. Maar nu is mijn save file ook gewoon verpest. Dan moet ik nu helemaal opnieuw doen, of wat? Ik moet... Nee, dat heb ik accept. Heb ik mijn geld gekregen voor mijn quest te completen? Nee. Amai, hoe fun. Ik heb alles opnieuw gedaan. En ik heb dus, deze Nightshade Shield gekregen. En deze leuke speer. Dus, oké, dat is nice. En ik heb ook een trofee gekregen, omdat ik alle side objects heb gedaan van wat ik kon doen. Van die assignment board. Dus leuk. Maar wat niet zo leuk is dat we nu de Mozy Queen moeten gaan kleppen. Heb ik ergens armor wat heel goed is tegen Mozy's? Ja. Perfect. Oké. Okay. Oké, mijn weer is altijd niet zo super hoog, dus ik kan ook altijd gewoon te goede rollen. Oké, okay, ik daar gewoon even bij voor de zekerheid. Maar even gaan zitten en hopen dat deze bossfight beter gaat als, als die van die Rednerson. Want dat was echt wel een hele ambetante bossfight die ik niet heb kunnen halen. Dus het is wel heel stressig dat ik nu niet kan, want deze heb ik al nodig voor een main missie verder te gaan. Oké, okay, dan. Then the stench of rotten meat. The Mozy King had come for him. He wasn't the only king with a sting in his tail. Oei, ik heb nu een pijl geweest of wat? Nu nog één. Oké. Okay. Nog een blok. Dodge dit. Oké, okay, als die ons hit, dan zijn we waarschijnlijk wel one-shot. Okay. Maar waarom doet zo'n die goofy dingen ook gewoon damage, man? Hoezo? Oké. Okay. Ja, man, dat is echt heel vies. Oké. Okay. Oh kak. Oké. Okay. Maar nu ben ik er weer recht in gegaan. Oh.
Oh. Au! Stand. Kak, 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 nee, nee! Kom aan, ik mag nu niet doodgaan. Nee, kom aan! Hoe moet ik die attack dodgen als ik... Oké, jullie hebben eigenlijk al heel de fight gezien. Ik ga gewoon terug beginnen als we die hebben gekild, want die, eigenlijk was hij gewoon dood. We hebben hem. Wat? Wat? Omdat ik de finisher heb gewacht. Ik heb gewacht met de finisher, zodat jullie dat konden zien. En nu is hij gewoon uit het leven gekomen. Hoe dom is dit? Ik had hem zo gekillt en zo klik op R3 om te killen. En ik had dat niet gedaan, omdat ik dat wou laten zien, dat ik die had gekillt. En dan komt hij gewoon uit het leven. Of Mozzie infestations would slow down. En nu is hem eigenlijk dood. Dat vond ik echt. Dat was gewoon gemeen. Waarom wordt hij terug wakker als ik hem niet finish, man? Kijk hoe leuk ik ook ben. Ik bedoel, jij hebt nu de laatste fight niet gezien, maar het was eigenlijk niet vers. Ik was eerst uiteraard heel boos op de game, omdat ik dacht van nu moet ik die boss fight voor een derde keer gaan winnen. Maar gelukkig slaat de game automatisch op naar boss fight of quest. Dus we hebben de quest gecomplete. Nu is het de Return of the Queen. Of this. Ik ga gewoon dit doen, want ik heb geen zin om nog een mooie boss te fighten back-to-back. Everything about it unsettled him. He must be cautious. Okay, dat is hier in de swamps. In de sewers. Oké, ik weet wel dat een Mozzie Queen een trofee is. Als we die boss fight klappen, hebben we wel een trofee erbij. Oh, echt waar, man. Dus eerst versla ik de Mozzie King. Dan wil ik dat opslaan en ook die finish. Dan blijkt het dat je die doodgaat na 1 seconde als je niet hebt gefinished. En dan dacht ik dat ik nog eens een hele ding had verloren. Omdat ik was zo gegaan vlak naar de boss fight. Maar gelukkig is dat opgeslaan en gelukkig heb ik mijn geld. Oh, dat was echt heel ambetant. Oké, hier is dan dat dood. Nee, het zijn geen grips. Het is zo'n dik beest. Let's go! Hier is het. Oh, kak. Oké, ik ben meteen heel goed bezig. Man, dit zijn die danse beesten ooit. Jongen. Die attacken zo belachelijk snel, man. Oké, ze zijn dood. Moet ik nu gewoon teruggaan? Heb ik gedaan wat ik moest doen? 2 rare beestkels die heel ambetant zijn. Of moet ik nog verder gaan? Nee, want daar is smoke, dus daar kan ik sowieso niet in gaan. Oké, ze zijn dood. Boekje open doen boven. Ah, map. Wat zijn er nog? Ik ben even nog een opslaan en nog een beetje extra poison gaan halen. Hier. Wat heb ik dan niet gekregen? Ik kreeg geen monster parts, want ik heb wel monster parts moeten uitgeven voor die nest. Nope, game kunt mij het niet. Oké, hier zitten de enemies normaal. Oké. Hier beneden. Thank you.
trocado. Nyong! Het zijn echt heel onbetante beesten. Ze doen echt bagger weinig damage, maar... Oh, dat was een nice hit. Finish. Nee. It was dead. But Reggie was no less unsettled. He had a sense it was not yet fully grown. Ik denk het ook. He hoped this was the last of these he'd see. Ik denk het niet. Ja? Als ik heel eerlijk ben, ik het enige. Wacht. Die guy had daar honing voor mij, ik moest er eerst verder voor hebben, ja. Het enige wat ik denk nog gaan doen is die Mozy Queen gaan proberen te killen. Dat geeft, hoeveel gold heb ik nu? Dat kan ik natuurlijk niet zien, want deze game doet raar. Kan ik dat zien als ik hier een bugport van verzamel? Ik dacht dat ik nu 24 gold of zo had, dan moet ik nog 6. En van die Mozy Queen kreeg ik er 10. Dus maar ja, die boss gaat hoogst waarschijnlijk veel moeilijker zijn dan de King. Dus dat is wel spijtig. Ik ga gewoon de quest accepten. Maar voordat ik dat ga accepten, ga ik even opzoeken waar dat ik die verf kan gaan halen. Her offspring were all dead. Ik heb 24 gold. Had come to get waar ik die verf van kan halen, dan kan ik mijn AP mogelijk al uitbreiden voor de fight. Oké, okay, Mike, alsjeblieft poison. Ik kon de paint gewoon kopen in de shop. Dus nu heb ik, denk ik, alles wat ik nodig heb. Nee? Ah, jawel. Chop da, meer AP. Sweet aromas filled the air. Reggie never knew roast grubleg could taste this good. Oké, nice. Nu is mijn AP echt vet. Oké, wat heb ik nodig voor het allerlaatste recept? Kan ik dat bekijken? Allemaal dingen die ik niet kan herkennen. Frieten, precies, een stuk vlees en dan rare sla of zo. Ik weet niet, daar komen we nog wel. Maar ons AP is nu toch al vergroot. En ik heb ook nog een paar, ik heb ze allemaal gekocht die ik kon. Niet omdat ik geen materials meer had, maar omdat het gewoon op was. Alle templates, alle weapon templates. Dus laten we die ook even gaan forgen, want we moeten heel goed voorbereid zijn op het gevecht met de Mozy Queen. Dat is ook een trofee om die te killen. Hier staat niks meer op, hè? Nee. Nee, dat is gewoon voor die dummy training. Hier. Ja, ja, ik heb er. Dat is allemaal gekocht van de shop die ik kon. Hier. Nee. Nee. Oh, deze is heel goed. Nice. Oh nee, deze doet heel weinig damage. Oh! Meer damage voor een heel klein beetje meer, weten? Ja, laten we dat maar doen. Oké, deze... Nee. Deze doet al veel weight weg voor een beetje minder, maar... Dus ik denk dat ik die wel ga aandoen. Nope. Nou, waren ze? Ze hebben nu eigenlijk, we hebben nu bijna alles. We hebben nog niet. Light helmets hebben alles. Medium helmets hebben alles. Heavy helmets missen nog een heel deel. One-handed swords hebben alles. One-handed axes hebben alles. One-handed spears hebben ook alles. Dus one-handed is klaar. Two-handed swords hebben nog langer niet alles. Axes bijna. Spears ook bijna. Range bows. We missen nog één boog. We hebben alle kruisbogen. Maar we missen nog een hele class van range dingen. Javelins misschien? Ik weet niet. Maar we zijn nu fully kitted out om de Mozy Queen te gaan vechten. En omdat ja, dat ook het enige is waar ik geld van kan krijgen, ben ik eigenlijk verplicht om dat te doen. Oké, we zijn in haar buurt. Oh. Blijkbaar zijn er nog enemies die ik eerst moet killen. Wat? Ik was gelokt! Mijn kruisboog lokte mijn plaats. Oh, dat kon dan zo lang moeten loaden.
Oh kak, waarom doe ik dat? Ik moet eerst drinken. En dan moet ik de juices gaan bijvullen. Oké, okay, misschien maakt mijn grotere HP-bar een stukje makkelijker, maar eerlijk gezegd, ik denk ook gewoon dat deze fight gewoon een grind wordt. Maar hopelijk niet zo onmogelijk als Ragnar Rodinson. Ik verwacht wel moeilijker als de King. Ja, laten we saven. Ik heb poison, het enige wat ik niet heb is pijlen. Allee, ik heb wel pijlen, maar niet full. Dus laten we even 4 pijlen pakken. En laten we nog een pijl pakken. Oké. Okay. Deze is een eigen aan de tand. Oké, okay, ik ga hem een pijl refillen. Oh wacht, ik had dat 12, hè? Huh? Waarschijnlijk had hij top die er eentje of zo. Hier gaan we dan. Deze game is soms echt makkelijk en dan komen de boss fights en dat is dan echt gewoon het meest uitputtende waar ik ooit heb gedaan. Hier is ze dan. Mozzie Queen, foul mother of the swarm. Hoe dik is de Mozzie Queen, man? Lock dit. Oké. Okay. Injecten met de poison. Oké. Okay. Lock deze juice. Oké, okay, goed, kijk wat komt de NPC tevoorschijn. Oh, kak! Die kruid voor dit zorg om te herladen. Geen... Oké, okay, dat had ik echt wel gedodged. Dat had ik echt wel gedodged. Oké. Okay. Hier. Ja, daar had ik. Je zag mij dodgen. Je zag mij dodgen. Wat? Die attack kwam veel te snel voor dat niet aan te doen. Nu kan ik wel even een paar hits. Jong! Wat is dit voor fight? In het begin ging het echt goed. Nu gaat het echt heel slecht. Er komt het. Oh, ik had echt wel mijn shield op, maar ik was gewoon net iets te laat dan. Spijtig. Waar is dit? Huh? Hoe die guy... Die guy... Wat? Dat was gewoon dom. Ja, oké. Okay. Nee, gewoon dood. Fun. With the mother dead, that should be the last of them. Die was een echte tank, man, die. Dat werd tijd. Allee, de trofee is binnen. En de monies ook. Oh, de monies is vet op deze. Sowieso. Nice, het geld is binnen. We zijn nu in het fort met de 30 golden coins die we nodig hebben om de troonkamer te pareren. En normaal is dat ook een trofee erbij. Oké. Okay. Iedereen hier werkt aan de troonkamer. Nice. Now he had a throne room to be. En nog 3 templates. Oh. Not like his fathers. Beetje meer weet. Doing things differently. Doe maar. Not hiding zombies in the crypt for ja, example. Man. Yep, ik heb een trofee. Allee, wat is nu de volgende assignment? But Reggie could not enjoy peace until he knew it was free of threats. The mines. It was only restored above. Miners had sighted frogs below. Some were no longer willing to work. His squire thought it might have more to do with a strange rumbling. They say a monster prowls beneath. De beesten die ik heb gekild, die zo heel raar waren deze aflevering, die heel onbetand waren, leken eigenlijk een beetje op mollen. Dus en mijn karakter zei van, ze zijn nog niet helemaal volgroeid. Ik call het, de boss fight wordt een grote mol en er komen grotere mol enemies in de mines. Hier. Ik heb templates.
Craft. Nah. Nope. Nee. Oh, een nieuwe kroon. Die is gewoon slecht. Oh, dit is wel echt heel licht geweest. Dan gaat mijn waiters naar 1. Dan heb ik meer moois resistance. Ik ga toch storen. Want dit is de frog resistance. Some have sided frogs below. Misschien is dit wel het beste. Oké, onze verzameling is nu toch wel fel uitgebreid. We missen toch nog altijd veel hoor. Altijd als ik de kans krijg, dan zal ik altijd alles kopen wat de shop mij heeft te bieden. Dus ja, dat zal niet aan liggen. Ik denk dat ik gewoon nog meer van de story moet gebieden om alles te hebben. Ik wil even kijken in deze aflevering van Tales of Iron. En wat is dit hier? Oh, dit was van die dummies. En ik zie jullie bij de volgende. Bye bye.